Zoals ik vanmorgen al zei, als je niet weet met wat voor been dat je aan de start staat, is het heel mooi om op de vierde te finishen. Dat tweede kindje geeft je vleugels? Waf, als om de 2 uur wakker worden, s'nachts vleugels geeft, dan weet ik niet of dat de goede manier is. De vierde plaats is een evenaring van 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Fijn dat je nu. Wat heb ik nu? 10 deelnames. De helft van de keren top 10, dus ik ben er wel. Voor iemand van een coureur lijkt mij is dat heel goed. Wat is jouw analyse? Want het is een vreemd koersverloop geweest. Hè? De achtervolging kunnen we het samenvatten in 1 woord, 2 woorden. Het was heel, heel vroeg opengebroken. Jumbo is zo sterk. Ze kunnen van zo ver beginnen koersen en dan nog met 3 in de top 5 finishen. Dat is ongelooflijk. We zagen jou in beeld, 10 kilometer van de meet. Wat dacht je toen? Organiseren, jongens. En dan is er misschien iets mogelijk? We hadden eigenlijk Pierre voor de sprint. Oorspronkelijk afgesproken, maar op de muur kwamen we bijna aansluiten bij de groep van Wout. Finaal kwamen we dan aansluiten op de Bosberg. En ik voelde me daar zo goed, zat met alle de beste renners eigenlijk. En dan heb ik toch in de radio gezegd van bon, we gaan met 2 sprinten en ik denk dat we met 2 top 10 rijden. Dus zeer geslaagd voor ons. En anders dan vorig jaar heb je wel kunnen sprinten voor een mooie plaats. Ja, ik denk de laatste 4 jaar heb ik 2 keer helemaal me laten insluiten en 2 keer een mooie sprint gereden. Het is altijd een klein beetje een loterij. Zoals vaak, wat zegt dit en deze conditie voor de komende weken? Dat is mooi, hè? Gezond blijven, uit de valpartijen blijven en we gaan een schoon voorjaar tegemoet, denk ik. Natuurlijk, ja, er is wel een heel groot verschil met de echte toppers en renners zoals mij, want ja, wij hebben echt, ik moet vandaag echt de omstandigheden gebruiken om terug te komen. Ik heb geen 150 kilometer voorop gereden zoals de rest van de top 5, dat is een belangrijk detail wel. Ja, Oliver, was je eigenlijk verbaasd dat het zo vroeg overbrak? Ik had een klein beetje inside info, ik wist dat ging gebeuren. En oorspronkelijk waren we met 50 of zo, dan waren we met 3 ploegmaten mee. Ik was vol aan het meedraaien, maar in mijn achterhoofd wist ik, het is heel ver van de finish, 150 kilometer te gaan. Als ik hier nu zo lig op kop te rijden, ga ik mezelf in de voet schieten. We hebben het dan een klein beetje afgehouden. Ietsje verder in de groep gaan zitten, scheuren in 2 kost niet mee. Dus. Die inside info, van wie komt die dan? Ex-ploegmaten? Ja, dat kan ik niet zeggen. Oké, dankjewel.